De koploper komt de Moerdijkbrug over voor Feyenoord PSV. Het is de kraker van dit weekend. Het is de nummer 1 tegen de nummer 2. Wanneer Feyenoord PSV weet te verslaan, zou Feyenoord op het hoogste puntenaantal na 14 wedstrijden komen sinds 23 jaar. Maar zelfs dan zou er nog steeds een gat van 4 punten zijn met PSV. Want de ploeg uit Eindhoven heeft alle 13 wedstrijden dit seizoen gewonnen. Het is de enige club die dat ooit presteerde. En voor de derde keer zelfs, want dat lukte ze ook in 87-88 en 2018-2019. Net ging het even over 23 jaar geleden. Toen stond Feyenoord na 14 wedstrijden op 35 punten. Maar eindigde alsnog tweede met 17 punten achterstand op PSV. Na de uitschakeling in de Champions League is weer de massale support in de Kuip nodig om de strijd bovenin weer spannend te maken. Dit wordt de 174ste keer dat de ploegen tegenover elkaar staan. Maar laten we zoals altijd eens kijken naar de balans in de Eredivisie. In de Kuip is deze wedstrijd nu 67 keer gespeeld, 33 keer winst, 12 keer verlies en 22 keer gelijk. Zoals ook in de laatste twee seizoenen, want alle twee die wedstrijden werden 2-2. Een zonovergoten dag in Rotterdam. Het zoeken plaatsje in de zon is zelden zo van toepassing geweest. Bal richting Gakpo. En Gakpo neemt hem goed mee. En heeft hem voor zijn linker. En dan is het 1-0. Zahavi, oh lekker 1-2. Wat een heerlijk doelpunt dit. Sinisterra glijdt weg, maar toch is de bal goed. En is het doelpunt daar. Van Tessus. Weer Tessus. En de marge is weer 1. Toornstra heeft hem lekker liggen. Toornstra hard geblokt. Hens gekleed. Hens gekleed. Guzebue geeft hem. Dessus in de 96e minuut. Hij doet het en het is 2-2. Weer Dessus. Maar het is vooral PSV dat het helemaal weggeeft. Nu ruimte. Goede bol vooruitzicht van Veerman. De Jong moet inhouden, dan staat hij buitenspel. Simons hoeft niet in te houden. En biedt Ghazi, El Ghazi de kans op de openingstreffer. En dat rond hij keurig af. De Jong, dat is een goede bal van De Jong. Het schot in de korte hoek is Wennenreuther voor de tweede keer gepasseerd. Liever toch de aangewezen man die bal 16 meter gebied in te poppen. Om het spel te verleggen zoals hij nu doet, richting Idrissi. Idrissi met de demarrage langs deze. Goede voorzet ook. En daar is de aansluitingstreffer van Jaal Baks. En zo wordt het 2-1. Jaal Baks kan het weer proberen. Jaal Baks. En daar zit hij erin. Is het toch weer een late 2-2 in minuut 96. Alireza Jaal Baks wordt de man van de wedstrijd. In allebei die wedstrijden viel de gelijkmaker pas in de 96e minuut. Beide ploegen scoorden in 11 van de laatste 7 Eredivisie-ontmoetingen in de Kuip. Het gebeurde vrij weinig dat er niet werd gescoord in deze wedstrijd. De laatste keer was het hoogtepunt van de samenvatting dit moment. Maar ook op 24 april 1994 werd er niet gescoord. De quizvraag van nu: waarom werd er op die dag niet gescoord? Is dat A, omdat er 5 schoten op de paal kwamen? Is dat B, Feyenoord PSV stond die dag helemaal niet op de planning? Is dat C, 2 goals werden zwaar onterecht afgekeurd? Of D, er was een zwemdiploma nodig om het veld te betreden? Het antwoord krijg je zo. Deze speelronde heeft veel gelijkenissen met 2018-2019. Toen was het ook het eerste weekend van december. En toen kwam PSV ook naar de Kuip met een zegenreeks waarin het alle wedstrijden had gewonnen. Tot die middag. En daar is Jurgensen. Die schiet hem erin. 1-0 Feyenoord door Nicolai Jurgensen. Larsson, het schot van Larsson vliegt erin. Sam Larsson scoort voor Feyenoord en het is 2-0. Dan is het afgelopen en klopt Feyenoord PSV voor het eerst dit seizoen. Laat de ploeg van Mark van Bommel punten liggen. Hopelijk krijgt dit weekend ook op dat gebied de gelijkenis. Feyenoord PSV, wat komt er dan bij jou als eerste naar boven? Is dat soms het polletje? Of dit polletje op het achterhoofd van Pierre? Of denk je aan het eerste balcontact van de tovenaar van Tatabanya? De eerste goal van een cultheld uit Bermuda, tientje van Romario. De laatste 5 minuten zei ik tegen Romario, ik zeg we spelen nog gelijk of we winnen. Zei je dat tegen Romario? Ja, toen zei hij van, nou wedden voor een tientje van niet. Nou, toen gaf ik hem mijn hand, hebben we een tientje gewed. Nou, is 1-1 geworden, dus ik gedaan met tientje halen. Ja. Ik heb het aan de vragen, hoor.
Echt waar? Of de doellijntechnologie, of die akka veel grip. Laat het weten in de comments op YouTube. Dan de uitkomst van de quizvraag. Waarom werd er op 24 april 1994 niet gescoord? Het antwoord is D. Op een mooie dag barstte de hemel open boven de Kuip. En volgens de overleveringen dreven er zelfs putdeksels rond. Maar gelukkig werd deze pot later nog ingehaald met 2 kopgoals van onze huidige assistenttrainer. En hyper de piep, hoera! Timon Wellenreuter blaast zondag 28 kaarsjes uit. Gesteund door een ramvolle Kuip neemt Feyenoord het zondag om 11:15 op tegen PSV. Het is de vierde keer dit seizoen dat Feyenoord om 11:15 speelt. De wedstrijd staat onder leiding van Danny McAlee en is live te zien op het eerste kanaal van ESPN. Volg natuurlijk ook alles online, behalve in de Kuip. Schreeuw en zing Feyenoord naar de overwinning! Kameraden, een fijn weekend en op naar een mooie wedstrijd!